Hoe kunt je het uiterlijk van striëer verbeteren? Vraagteken 1. Begin met de juiste vocht inbrengende producten. Lotions en andere producten die rijk zijn aan vitamine A, zoals roze bortelolie, zijn ideaal voor het bestrijden van striëer. Deze hebben meestal herstellende eigenschappen en zijn veilig voor dagelijks gebruik. Of je nu een crème of een olie kiest, beide zullen het uiterlijk van striëer merkbaar verbeteren. 2. Neem vitamines A en B. Vitamines A en B helpen je lichaam om het bindweefsel te herstellen en om collageen te produceren. Dat helpt bij het verbeteren van uiterlijk van striëer. Om meer van deze vitamines binnen te krijgen, kun je het beste de inname van bepaalde producten verhogen, zoals kiwi, wortels, bosbessen, peren, vijgen, watermeloen. 3. Exfoliëren. Exfoliërende behandelingen kunnen helpen om onzuiverheden in alle lagen van de huid te verbeteren, waardoor dit een ideale manier is om problemen, zoals die irritante striëer, op te lossen. Amandelzuur, dat wordt gevonden in betere amandelen, en glycolzuur, wat uit suikerriet wordt gewonnen, kunnen uitstekende resultaten leveren. Punt als je wat diepere behandelingen wilt proberen, is de diamantdermabrasie het meest effectief. 4. Laserbehandelingen. Laserbehandelingen zijn een andere mogelijkheid om je te helpen om het uiterlijk van striëer te verbeteren. Vanwege de kosten is echter niet iedereen in staat om van deze behandelingen te profiteren. Hoewel dit geen natuurlijke behandeling is, geeft het uitstekende resultaten. Dat is de reden waarom we ervoor hebben gekozen om het hier toch even te noemen. 5. Mesotherapie. Mesotherapie is de ideale behandeling om het uiterlijk van striëer dat kort geleden is verschenen te verbeteren. Het gaat om striëer die een roze of roodachtige kleur heeft. De behandeling bestaat uit het injecteren van bepaalde stoffen in het gebied dat is aangetast door striëer. Men gebruikt hiervoor stoffen zoals hyaluronzuur, antioxidanten, vitaminen en mineralen of aminozuren. Het doel is om de cellulaire regeneratie te bevorderen en de huid te herstellen. Je moet dus met je arts over de geschiktheid voor jou van deze behandeling praten en altijd het advies van een deskundige opvolgen. 6. Behandeling met paardenstaart. Paardenstaart kan gebruikt worden voor meer dan alleen vochtretentie bestrijden. Het is zeer effectief voor het bestrijden van striëer, dankzij het silicium-gehalte. Ingrediënten: 4 kop alcohol, 1 liter, 1/2 kop paardenstaart, 100 g, 8 tot 10 druppels citroensap, 2 koppen water, 500 ml. Bereiding: combineer de alcohol met de paardenstaart en het citroensap in een donkere bak. Laat het een maand op een donkere plek staan. Daarna is het klaar voor gebruik. Verdun het mengsel vervolgens met 2 koppen water. Masseer dit verdunde mengsel 2 maal per dag in de gebieden die door striëer zijn getroffen. Je zult zien hoe dit het uiterlijk van striëer zal verbeteren.